Hoe gaat het nu met je? Gewoon. Ja. Weer geschrokken. Je, was lekker, je ging lekker de trap af en toen? Toen, toen grijpte die me in die. Ja. En zat ik vol met bloed. Nayeli en haar moeder liepen zaterdagochtend niets de trap af in de flat waar ze wonen. Halverwege kwamen ze een buurvrouw met twee staffords tegen. Ze passeren en hij keert zich om en grijpt haar in haar gezicht. Ja, wat op zo'n moment uh, voel je dan, ja, denk je dan als moeder? Nou, wat ik zei, het enige wat ik uit kon brengen is, uh, nee, niet mijn kind. En uh, daarna denk je weinig en ga je alleen maar schreeuwen en om hulp roepen. Twee buurmannen wisten Nayeli uiteindelijk uit de klauwen van de honden te krijgen. Met beetwonden in haar gezicht en de rest van haar lichaam werd ze naar het ziekenhuis gebracht... Daar zijn chirurgen uren bezig geweest om haar gezicht te herstellen. Toch vindt Lea, die zelf ook een Staffordshire Terrier heeft, dat het ras niet ongeschikt is als huisdier. Ik denk dat het niet eens aan het ras legt. Deze honden, als dit ras gaat, gaan ze goed en richten ze veel schade aan. Ik denk dat het elke hondeneigenaar, ongeacht ras, moet kijken naar het lichaamstaal van zijn eigen hond. En dan kom jij heel ver. En hou rekening met elkaar. Ga als, ga als hondeneigenaar met zulke honden een kind gewoon even uit de weg als het een trap passeert. Vraag, joh, wacht even. Dan kom je niet in rare situaties. Volgens de dierenbescherming zou het goed zijn dat nieuwe hondenbezitters eerst naar een hondenschool gaan. En ook pleit de organisatie opnieuw voor een fokverbod op Staffordshire Terriers.